Wij zijn het Castello Consort en we spelen 17e eeuwse muziek op oude instrumenten. En we hebben heel veel zin om onze eerste cd op te gaan nemen. Het afgelopen jaar hebben we veel samengewerkt met de Nederlandse componist Martijn Padding. Die heeft speciaal voor het ensemble een serie stukjes geschreven, geïnspireerd op de Stilus Fantasticus. En vooral in combinatie met oude muziek vonden we het zo'n mooi programma dat we dat heel graag zouden opnemen voor onze eerste cd. Twee jaar geleden werd ik benaderd door Matthijs van der Molen, de trombonist van het Castello Consort, voor een samenwerking. En ja, dat begrijp ik wel. Ze wouden nou eens een keer samenwerken met een levende componist. Want ja, Frescobaldi die zegt eigenlijk nooit iets terug. En wat ben ik ongelooflijk blij dat ik dat gedaan heb. Het was eigenlijk een van de allermooiste en fijnste samenwerkingen van het afgelopen jaar. Waarom? Omdat het hele integere muzici zijn die ja, niet voor, maar achter de noten staan. En met hun onwaarschijnlijke toewijding, het zoeken naar het juiste geluid, met hun fijnzinnige oren, mij niet alleen ongelooflijk geïnspireerd hebben, maar me ook opnieuw hebben laten leren luisteren. Nou, hoe kan het nou beter? Vanaf het begin van ons project was Martijn heel erg geïnteresseerd in de oude muziek die we normaal gesproken uitvoeren. Dus wij hebben hem allerlei componisten gevoerd, zoals Valentini, Castello, Marini en Ferro. En de muziek die we van Martijn terugkregen, was heel duidelijk geïnspireerd door deze componisten. Dario Castello, de naamgever van ons ensemble, die publiceerde in de 17e eeuw een collectie kamermuziek met de ondertitel In Stil Moderno. En hij en heel veel andere componisten in die tijd zochten vaak de grenzen op van de instrumenten in hun kamermuziek. Martijn is er zeer goed in geslaagd, vind ik, om in het gebruik van instrumenten, instrumentatie van zijn stukken, maar ook hoe hij de instrumenten inzet om aan te sluiten bij het klankgebruik van de oude componisten. Wat heel leuk was aan het project is dat je een partituur krijgt die je niet goed kan lezen, omdat het eigenlijk in een taal is geschreven die je niet goed kent. Bepaalde oude muziekstijlen die je meteen kan plaatsen en waarbij je ornamenten kan verzinnen om het verhaal nog beter over het voetlicht te brengen. Dus het is een heel proces geweest om ons dat verhaal eigen te maken. We willen zoveel mogelijk mensen bij dit project betrekken. En bij deze vragen we om jullie financiële steun. En dat kan door bijvoorbeeld alvast een cd te bestellen.